Tijdens de wedstrijd werd al vuurwerk in een vak met veel kinderen gegooid en werden stewards een hek bestormd. Buiten liep het helemaal uit de hand. Dat is ook te zien op deze beelden. Het is weer even een moment van actie. Stenen gooien, veiligheid voor de collega's. Alleen even op deze gevechtsgroep. Er worden stenen gegooid, blijf alert. Lager jongens, lager. Achterkantjes. Ik zie een aantal bussen vanuit de lucht. En kijk, ze beginnen staan te gooien. Ja, normaal dat dat opnieuw een grote groep in de waterinleg oversteekt in het gebied van het stadion. En die gooien richting het gebouw van maandag. Ik denk zeker een man of 100 van. Startschot, masker op een fucking kop. Bommen in de gracht, ik steek een fakkel op. Bel de tegenstander, zeg een mazzeltof en hang weer op. Stillen in beweging, aangestuurd vanuit de mobiele commandopost. De lange latten slaan de halve tribune leeg. Stewards roepen weg, wees er nu meteen. Maar stewards zijn vrijwilligers of moeten van het UWV. Dus loop niet met de steward mee. Vind je ook een sukkel als je steward heet? Dagjes mensen rennen en vliegen. Eén linie, staan blijven en we trekken de riemen. Klet. De Nederlandse maatschappij die denkt dat ik ziek ben, huh? Want ik ben door de week niet de persoon die ik ben in het weekend. Stoelen los, er vliegen stenen voorbij. De tegenstander krijgt geen meter van mij. Dit is cultuur als je het beter bekijkt. Overtreders zijn wij, dit is een uitlaatklep voor de 9 tot 5. Ik heb een hobby die niet iedereen mag weten. Weekend overtreden. Een land in de bak waar ik al 10 keer heb gezeten. Weekend overtreden. Blauw oog op mijn werk, ben gevallen van de trap. Ik ben een weekend overtreden. Dit is wat ik ben, niemand pakt dit van me af. Ik ben een weekend overtreden. Startschot, busreis, nakkie op. Scheppen voor je club en geef je pakkie door. Wouter staan te wachten op de bus zodra de bus bij de stad aankomt. Daar betalen jullie sukkeltjes belasting voor. Kom niet voor voetbal of de voetbalcompetitie. Nee. Maar vecht dan voor mijn club, dat is een gevoelige traditie. Yeah. Een smoele boek voor boeven die ze zoeken, het is typisch. Dat de escorts krijgen van de hoeren van justitie. We zijn die ongenode gasten in je binnenstad. We wagen en we winnen en we haten een gemiste kans. Yeah. Rondzwaaien, alles raken naar de flipperkast. We strikken vast een nieuwe confrontatie, geen klittenbank. Klop, klop. Je staat er voor je kroeg terwijl je dat niet weet. 100 man schuimbekkend in het zwart gekleed. Alle voor één zolang we samen zijn. Weekend overtreders komen echt uit alle lagen van de maatschappij. Ik heb een hobby die niet iedereen mag weten. Weekend overtreden. Een land in de bak waar ik al 10 keer heb gezeten. Weekend overtreden. Blauw oog op mijn werk, ben gevallen van de trap. Ik ben een weekend overtreden. Dit is wat ik ben, niemand pakt dit van me af. Ik ben een weekend overtreden.